Ik begrijp het niet goed. Zou hij misschien naar een dokter moeten of zoiets? Hé, hey, goede show, jongens. Bedankt, prinses. Je ziet er bezorgd uit. Het is Mike. Hij is zo veranderd. Het is gisteren allemaal begonnen. Ja, hij wilde niet repeteren en vanavond kon hij niet eens zijn gitaar aanzetten. Het is alsof hij niet meer kan spelen. Niet meer kan spelen? Maar Mike is de beste gitarist van de wereld. Zeg maar magie. Magie! Nee, niet meer ben ik bang. Morgen hebben we weer een show te spelen. Laten we in de tourbus uitrusten, hè? Hey Mike, kom, we gaan. Mike wil hier graag blijven, toch, Mike? Waarom niet? Ik zie jullie later, jongens. Oké, dan. Om voor de keizerin te spelen was echt super vet. Zo cool. Wacht, Astra. Hoorde je dat ook? Mike? Maar wie was dan? Goed. Slaap lekker allemaal. Bedankt. Luke. Heel graag gedaan. Mike, is alles oké? De show is afgelopen. Wat gebeurt er allemaal? Magister! Kijk eens hoe die fans onder de indruk zijn. Towers! Shiba, help! Bolk van Lilandril! Kom met me mee naar het grijze fort Terra Duncan. Nee, ik laat jou mijn magie niet stelen. Oh, denk je dat? Ik heb het onder controle nu. Ik kan zelfs een kietelenspreuk. Terra? Eigenlijk kun je dat niet. Sorry, ik deed alsof. Huh? Erfgenaam van de troon van Mimi en ze kan niet eens een kieteles. Jouw magie behoort aan mij, Terra Duncan. Je zal nooit een echte spreukbeoefenaar zijn. Kietelen!